Het is natuurlijk zo met zorgprofessionals, er zijn mensen die willen gewoon het maximale voor degene voor wie ze werken, voor wie ze zorgen. Dus dat is eigenlijk precies wat je ook moet doen, namelijk jezelf uitdagen. Steeds weer kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren, hoe kan het nog anders? Ik wil voor het optimale gaan en dat is heel belonend voor het brein. En dat zorgt dan ook meteen die beloning, dat gevoel van ja, ik heb het toch gedaan, ik heb weer die stap gemaakt. Ja, daardoor hou je het eigenlijk veel langer vol. Dus in principe doen ze het gewoon al heel erg goed. Ja, dan kijk jezelf een schouderklopje geven of jezelf ontwikkelen. Het heeft eigenlijk altijd te maken met optimisme. Met het gevoel van, ik sta er positief in. Ongeacht soms de achtergrond van mensen. Want wat we op deze dag laten zien is, aan de ene kant heb je misschien ook wel genen die zorgen dat je een geluksgevoel kunt krijgen. Dan moet je wel zorgen dat ze nog een beetje worden ingevuld ook. Aan de andere kant laten we ook mensen zien die het heel, heel erg zwaar getroffen hebben. Met een groot hersenletsel. En toch de kans zien om daar weer wat optimisme uit te halen. Toch zichzelf te denken, ik kan dat kleine stapje maken. En ja, dat is zo, geeft zoveel inzicht in hoe belangrijk optimisme is als het je lukt. Hè. Niet iedereen ze geeft, maar als het je lukt, hoe belangrijk het is. Met oog op gezondheid, vooruitkomen, perspectief hebben. Dus ja, daar is het echt een fantastische dag voor je.